In elke aflevering stel ik één vraag aan mijn gasten en komen we achter verschillende inzichten. Mijn naam is Nori Visser en dit is de vraag op alle antwoorden. Ananas op een pizza? Pizza. <laughs> nee. <laughs> Kan dat, ananas op een pizza? Oh, ananas op een pizza? Ja. Oh, ik dacht je zei ananas of pizza. Ja, ja ik denk al, dan, wat is dit nou? Ananas kan op een pizza, ja. Ja? ja. ja. Er zijn heel veel mensen die dat, 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 dat kan niet. Nee? Nee. Oh, oh dat wist ik niet. Uh, ananas op een pizza, kan dat? Nee, ik vind dat niet lekker. Oké, okay, duidelijk. Nooit lekker gevonden? Nee. Ananas op een pizza? Helemaal prima. Doe je niet. Oh, je ging even je hoofd schudden. Ik dacht van, dat komt ja. Nee uit. Nee, maar het is, is helemaal, helemaal prima. prima. Oké. Okay. Ja, ja als, je, als je daar blijft, Ik vind het zelf ook best nog wel lekker. Ja. Het is niet mijn, uh, mijn go-to pizza. Maar als ik een volgeschot krijg, eet ik hem heerlijk op. Ananas op een pizza? Ja, dat heb ik altijd gedaan. Totdat ik vorig jaar uh, op zijn was. Toen bestelde ik dus ook een. Gewoon een pizza met ananas. En daar lag echt. Uh, Vier blikken ananas op. Oh. En daar ben ik nog steeds misselijk van. <laughs> dus inmiddels heb ik nooit meer ananas op pizza gegeten. Want dan, ja, zo'n slechte ervaring, dat doe ik niet weer. Maar daarvoor vond ik het prima, maar nu. Nee, doe me gewoon lekker met salami. Oké, oké. Een leuk antwoord, die ik nog niet gehoord Nee, dat denk ik ook niet. Uh, ananas op een pizza. Ja, sowieso. <laughs> ja, dat is echt mijn lievelingspizza. Ja, dat gaat wel samen. Ik zou ananas op elke pizza doen. Hoeft niet eens een halve pizza te zijn. Top. Ja. <laughs> ja <laughs> lekker, lekker. Ananas op een pizza. Ja, moet gewoon kunnen. Moet gewoon kunnen. Ja. Ik vind zelf ook wel lekker. Maar ja, ik, ik vind de, de haat en de hele commotie omheen mee wat overdreven. Ja, als je niet lekker bent, dan bestel je toch wat anders. <laughs> ja. <laughs> groot ja. Groot gelijk. groot gelijk. Dan denk ik van, doe er niet zo moeilijk over. Iedereen heeft zijn ding. En als, je, als jij het niet lekker vindt, is prima. Dan bestel je toch wat anders. Ja, dat moet denk ik niet zo'n heel probleem zijn. Ananas op een pizza? Oh, nee. Flikker op. Dan ga ik nu meteen weg. <laughs> nee, dat vind ik echt heel ranzig. Dus je sowieso niet van ananas? Ik thuis. vind ananas best lekker, maar niet op een pizza. Warme ananas is echt het ranzigste wat op deze aarde bestaat. Nee, dat neem ik terug. Dat zijn, die, uh, dat zijn die jellybean dingen. Die zijn ook niet te vreten. Ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Ja, en dan nog niet eens de, de, de nasty smaken jellybeans, maar gewoon de normale jellybeans. De nasty smaken jellybeans moet je helemaal niet eens aan mijn bril beginnen. Dus, uh, wie verkoopt er een zak snoep waarop staat kotsmaak en zo? Dat snap ik. Niet. Echt, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. In Japan hebben ze ook van die mooie zakjes chips met allemaal gekke smaken en zo. En ja. Mentos met uh, pineapple smaak. En, uh... oh, dat, dat lijkt me best lekker. <laughs> dat dan weer Als lang wel. het niet warm is. zolang het niet warm is. Hey, Oké. Okay. Ananas op een pizza? Of natte sokken elke ochtend in bed. Dan, uh, ja, lekker. Ik vind ananas op een pizza lekker. Zeker, dat mag. Um, pizza Hawaii? Met ham erbij, volgens mij. Nee, ananas op een pizza zeker, zeker, zeker. Mag je mij ook voor, voor wakker maken. Kijk aan, kijk ja. aan. Ja, de meningen zijn verdeeld op dat uh, subject, <laughs> dus vandaar. Ja, dat hoor ik wel vaker inderdaad. Ananas op een pizza? Nee. Nee. Niet? Nee, echt niet. Wat, wat is het probleem? <laughs> nou, voornamelijk de ananas zelf. Ik ben geen fan van ananas. Oh, Oké. Okay. En ik ben er laatst achter gekomen. Het verbaast me dat het nog zo lang heeft geduurd, maar dat ik ook een beetje allergisch ben voor ananas. Oh, echt waar. Ik had het al nooit. Ik moest het vroeger eten en toen kreeg ik al jaren last van mijn mond en zo. En nou, toen vond ik het gewoon vies en verder niet over nagedacht. Ja. En laatst op mijn werk was ik wel ananas aan het snijden. En mijn handen beginnen te prikken en zo. En werd een beetje rood. Toen maar. En uh, toen bleek dus ja, daar kan je allergisch voor zijn. Nou, dat heeft die en die ook. En uh, nou ja, zo kwam ik er dus achter. Oh, nou dan moet dat altijd wel zijn, zeg maar. Goed. Nou, het scheelt dat je niet je lievelingseten is. Nee. voornamelijk ontlopen de ananas. Precies. Dat was het voor deze aflevering. Heb jij misschien een vraag die je uh, beantwoord wil hebben door de podcastgasten? Laat het weten in de reacties of stuur een mail naar info@overdepodcast.nl.